Hey, ik heb een vraag aan je. Nou, ik stuitte vooral op dat ene interview, hè, waar ik jou over aansprak, die maandag. Ja. En nou, daar zal je veel op aangesproken zijn. Dat was het Radio 1-interview, ergens in maart. Ik heb het uiteindelijk helemaal teruggevonden, want ik hoorde jou een opmerking maken dat een stukje van Ab Oosterhuis erin zat. Daardoor werd jij denk ik ook wel getriggerd. Ik werd getriggerd, ja, ik kan wel iets over de achtergrond zeggen. Het was zo'n beetje 20 maart volgens mij. Ja, 19, ja. Er was net een lockdown en het was een beetje, toen dreigde de lockdown nog totaler te worden. Het dreigde ook dat je misschien helemaal niet meer mocht wandelen 's avonds. En dat vond ik zelf een vrij ondraaglijke gedachte. En ik vond het ook eigenlijk heel voorbarig. Want ik dacht, laten we eerst eens even kijken of deze lockdown werkt. We hebben al het onderwijs ook al gesloten, terwijl we eigenlijk denken dat het misschien helemaal niet helpt. Dus ik had toen wel, ja, ik had toen wel een zekere. Nou, boosheid is een groot woord, maar wel zorg. Dat ik dacht van ja, als Ab Oosterhuis die pleitte toen op tv om heel hard in te grijpen als mensen nog op straat samenscholden. En daar had ik moeite mee. En ik had er zeker moeite mee dat hij dat gewoon maar in zijn eentje op tv mocht roepen zonder dat daar serieus tegengeluid kwam. Dus daar kwam een beetje mijn woede uit voor. Vervolgens kwam ik in discussie met de presentator. En die zei ja, maar het is toch goed om kritisch te zijn op het RIVM. En toen heb ik gezegd, nou, volgens mij heb je in een crisis als de huidige niet zoveel andere keus dan toch maar het oordeel van het RIVM te volgen. Als burger, niet als journalist. En nou ja, dat is vervolgens in mijn ogen vervolgens totaal verkeerd begrepen. En het grappige is dus dat dus containment nu, dat is eigenlijk jullie tegenpool, of althans op bepaalde vlakken, die willen dat die lockdown nog veel strenger blijft. Die hebben het uiteindelijk opnieuw onder de aandacht gebracht en verknipt en uit zijn context gehaald. Dus, maar vervolgens werd het ook door iedereen werd het geciteerd en werden er allerlei conclusies aan verbonden waar ik me totaal niet in herkende. Maar goed, ik heb me ongetwijfeld onhandig uitgedrukt hoor. Dus, want als je zelf verkeerd begrepen wordt, heb je iets niet goed gedaan. Maar mijn bedoeling was, nou ja, je kunt het een beetje vergelijken als je stel dat je bergwandelaar bent en je belandt op een gegeven moment in de problemen, op de Mount Everest of zo. En op een gegeven moment heb je twee keuzes. Je kan de ene route nemen en dan dreig je in het ravijn te vallen. En de andere route kun je nemen en dan ga je misschien dood van de kou. En dan moet je kiezen. En je staat er met een groepje mensen en je weet heel veel niet. Ja, dan ben ik van mening, dan kan je maar beter in zo'n crisis afspreken van we luisteren uiteindelijk naar die gast. En we weten niet of dat goed is, maar we moeten iets doen en we moeten naar iemand luisteren. Nou, zo bedoelde ik mijn opmerking over het RIVM. Dat je in tijden van zo'n crisis maar beter kunt afspreken als samenleving. Voor de time being, en dan gaan we daarna wel kritisch evalueren. Maar voor de time being kan je maar beter even denken. Ja, zij hebben het meest verstand van, of althans, daar gaan we voorlopig vanuit. En dus die volgen we. Ja, Maar dat was maar toen, zoals hè? ik het Dat was jullie. toen. Dat was toen. Dat is Ja, nu. precies. Want ik vraag me af, denk je daar nu nog hetzelfde over of niet? Nou ja, ik vind dat je nu heel kritisch moet zijn. En, maar we, ja, we hebben vanaf het begin af aan, we hebben hier heel veel discussies op de redactie altijd gehad. En dan hadden we altijd twee kampen. Zij de kampen, die maakten zich vooral zorgen over de overvolle intensive cares. En er waren vooral mensen die zich zorgen maakten over de ontwrichtende effecten van de lockdown, zowel sociaal, economisch. Dus daar hebben we continu discussies over gehad. Ja, en ik hoorde, moet ik heel eerlijk zijn, in eerste instantie eigenlijk vooral tot degene die bang waren voor de lockdown. Dat we daar onszelf misschien meer kwaad mee gingen aandoen dan met het virus. Maar goed, daar heb ik uiteindelijk geen gelijk in gekregen. Want ja, als anderen heel erg bang zijn voor het virus, dan heb je daar ook mee te dealen. En die IC's lagen natuurlijk op een gegeven moment wel echt vol. Dus ja, ik denk uiteindelijk dat je kunt zeggen dat het wel goed is dat er drastisch is ingegrepen. Maar we zullen nooit weten of het te drastisch was. Of misschien zullen we, dat gaan we wel weten, alleen dat zal een tijdje duren, denk ik.